Hallo beste leerlingen, welkom bij de filmpje voor levensbeschouwing. We gaan het vandaag hebben over de vraag bestaat God. En de vraag bestaat God kan eigenlijk op vier manieren worden beantwoord, om het heel simpel te zeggen. En die zijn, eventjes, kunnen we dat als klas? Ja, zeg maar. Yes, ik hoorde goede antwoorden. Atheïst, theïst, deïst en agnost. En om het heel simpel te zeggen, de antwoord op de vraag bestaat God. Ja, nee, misschien of ja, maar. En dat valt eigenlijk samen met die woorden die zojuist genoemd zijn. Een theïst is ervan overtuigd dat God bestaat. En kan ook tot die God bidden. Dat is wat een theïst doet. De grote godsdiensten zijn dus theïstisch. We hebben natuurlijk ook nog het onderscheid tussen monotheïsten, dan geloven ze in één God. Of polytheïstisch, dan geloven ze in meerdere goden. Dus daar ken je misschien dat woord, misschien dat je het daar al wel eens eerder hebt gehoord. De ja, maar, dat zou ik de deïst noemen. Ik geloof wel dat er iets is, dat er een kracht is, dat er een goddelijk begin is. Nou, geef het een naam. Ik geloof wel dat er iets is, maar om dat nou God te noemen, nou, dat is denk ik eigenlijk de deïst. De deïst gelooft wel in iets dat alles heeft doen ontstaan, maar... maar om dat dan God te noemen of om dat dan per se te zoeken binnen een bepaalde religie, dat zal een deïst niet doen. Dan hebben we de agnost. Dat is degene die zegt misschien of ik weet het niet. De agnost, we hebben ook het onderscheid gelezen, een harde agnost of een zachte agnost. De zachte agnost zegt echt van ik heb er nog niet zo erg over nagedacht, geen idee. Maar dat kan niemand van VWO 2 meer zeggen, want we hebben heel wat lessen gehad over de vraag bestaat God. Dus ik heb er niet over nagedacht. Dat is geen mogelijk antwoord meer. De zachte agnosten kunnen we eigenlijk niet hebben in onze klas. De harde agnost, die zegt... Ons hoofd, onze hersenen... zijn er niet toe in staat... om de vraag of God wel of niet bestaat... te beantwoorden. Dat kunnen we niet. Dus daarom, ik weet niet of God wel of niet bestaat. Ja? Tot slot de atheïst. En de atheïst is ervan overtuigd... dat er geen God bestaat... met als gevolg dat ook betekent dood is dood, bijvoorbeeld. Hè? Terwijl veel mensen die wel in een God geloven, die geloven dus ook dat er iets van leven na de dood op een manier mogelijk is. Ja? Dat hangt er wel mee samen. Dat is het eerste. Nou, en dan kunnen we op twee manieren over de vraag bestaat God kunnen we nadenken. Wel op meer manieren, maar de twee die ik nu belangrijk vind om even te noemen, is meer als theoloog. Of als filosoof. Een theoloog is iemand die op basis van een traditie, op basis van een godsdienstige traditie, met allerlei rituelen en verhalen en symbolen, probeert na te denken over de wereld, de mens en God. En een filosoof, die doet dat alleen op basis van wat je met je hoofd kunt bevatten. Dus die heeft geen bronnen van buitenaf, maar die gebruikt alleen kennis die je met, waar je met je hoofd zelf toe kunt komen. Om te doorgronden, wat is de mens, wat is de wereld, is er wel of geen God, en hoe hangen die dan met elkaar samen? De eerste antwoorden die ik behandel, zijn de antwoorden van de drie godsdiensten die we in de brugklas hebben behandeld. Dat zijn dus Jodendom, Christendom en Islam. En die geven dus een antwoord volgens het... Zijn de grote godsdiensten? Zijn die theïstisch, deïstisch, agnostisch of atheïstisch? Wat denken we? Ja, theïstisch. Hartstikke goed. Want die geloven in een God met wie je een band kunt hebben. Zal ik ook even wat op het bord schrijven? Is dat leuk voor de mensen thuis? Voor Pjoep? Wat? Oh, dan moet ik het spiegelbeeld schrijven. Dat kan ik niet. Ja, nee. Nou, wacht even. Volgens mij niet. Ik ga het gewoon proberen. We gaan het gewoon proberen. Dus, bestaat God. En dit is weer een lichte stift, hè? Nee, dat zien ze dus weer niet. Wat is nou een zwarte stift, hè? Ja, hier. Bestaat God. Een theïst. En de theïst kan dus zowel wat meer theologisch als filosofisch.
En het theologische antwoord, dat pakt hier niet, hè. Kijk, daar staat echt wel theologisch. Ja? Theologisch, ik benader hem eventjes vanuit islam, vanuit jodendom, christendom en islam. En bij jodendom moet je drie dingen weten. A, er is één God. En die ene God heeft de wereld gemaakt. Punt. Punt 2. God heeft als naam ik ben. Ik ben er. Ik ben er voor jou. Ja? Dit staat ook gewoon letterlijk in dat powerpointje wat hoort bij deze les. Dus kijk daar zeker nog een keertje naar, beste leerlingen. En als hij zegt ik ben er voor jou, ik ben er voor jullie, dan zegt hij dat tegen de Joden. Jodendom is uitverkoren volk van God. En daar zit een, als vanzelf zit daar een goede band tussen. Alleen door slecht gedrag gaat de band stuk. Hoe zouden Joden die band goed kunnen beleven? Door zich te houden aan de regels, aan de wetten, aan de Torah die God heeft gegeven via Mozes. Maar als de Joden dat niet doen, ja, dan gaat het dus helemaal fout. Maar God zal God niet zijn als hij er zijn best voor zou doen om ervoor te zorgen dat het allemaal wel goed komt. En wat doet hij dus? Hij zendt zijn zoon, hij zal ooit op een dag de Messias zenden. En de Messias die gaat de band tussen God en het volk herstellen. En dan eigenlijk dus gelijk waar ik net al op vooruit liep. Christenen geloven dat dat Jezus Christus is. Dat dat die Messias is die alles goed zal maken. Ja? Maar Joden geloven dat dus niet. Joden geloven dat de Messias nog moet komen. Wat mij opvalt is dat veel leerlingen op de telefoon bezig zijn. En dan vraag ik me af, waarom is dat? Is dat om powerpointjes mee te kijken en zo? Want dat is natuurlijk hartstikke goed. Of is dat om aantekeningen naar elkaar toe door te appen? Fantastisch, ga zo door. Als het niet iets van dat is, zou ik ermee stoppen. Christendom. Daar wil ik dat je daar twee belangrijke dingen van weet. En het eerste is dat Jezus wordt gezien als God zelf. En dat Jezus de zoon van God is hij goddelijk. Is hij God. Dat is niet te verklaren, dat is niet te begrijpen. En toch geloven christenen dat het zo is. Jezus als zoon van God. En in Jezus, vanwege Jezus, kunnen christenen verenigd raken met God. Namelijk dat Joodse idee van die Messias die die band zou herstellen. Een tweede iets wat je moet weten van het christendom en hun houding tegenover God, is het hele idee van de triniteit. Oftewel de drievuldigheid. En de drievuldigheid, de drieënheid, de triniteit, dat betekent dat God bestaat uit Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie personen in één God. Te onderscheiden personen, maar niet drie afzonderlijke goden. Maar hoe zit dat dan en hoe kan dat dan? Ja, dat is heel erg moeilijk. En een van de dingen die dan wordt gezegd, is dat er, dat je zou kunnen zeggen dat God altijd God in zichzelf is. En als ik het dus heb over Jezus, heb ik het automatisch over God. Maar wat niet zo is, is dat wanneer ik het heb over God de Vader, dat ik dan automatisch Jezus bedoel. Dat is niet zo. Dus op het moment dat ik het heb over God de Vader, dan kan ik het ook gewoon hebben over God. En als ik het heb over Jezus, kan ik het hebben over God. Alles wat ik zeg over God, zeg ik ook over Jezus. Maar alles wat ik zeg over bijvoorbeeld Heilige Geest, zeg ik niet automatisch over Jezus. Dat is het hele idee van perichorese. Mag je vergeten, maar is echt wel waar. Dat is wat christenen geloven. Ja? Leuk, hè? En dan hebben we tot slot islam. Islam gelooft eigenlijk in grote lijnen over God wat christenen ook geloven. En wat de joden ook geloven over God. Namelijk dat er eentje is. Namelijk dat hij de aarde heeft gemaakt. Dat het de rechter zal zijn die zal oordelen. Uiteindelijk gaat het ook vaak over een bond, een verband, een verbond tussen mensen en met hun God samen. Dat hebben joden ook allemaal, dat hebben moslims ook allemaal. Specifiek eigen aan het moslimgeloof, aan de islam, zou ik zeggen, is dat ze
heel, dat ze eigenlijk in hun naam al hebben zitten hoe ze tegenover God staan. Moslim betekent zoiets als gehoorzamen. En ze gehoorzamen God. Ze maken zich klein, bijvoorbeeld in het gebed, door echt helemaal op de knieën te gaan zitten met hun voorhoofd op de grond, waarmee ze laten zien, ik ben klein en God is groter. God is belangrijker. En die onderdanige, gehoorzamende houding, dat is eigenlijk de belangrijkste manier, denk ik, hoe moslims God zien. Waarbij ook opgemerkt, ze hebben een aantal eigenschappen van God, die in hun eigenschap God zelf zijn. God als de barmhartige, God als de almachtige, alwetende, wonderschone, en dat soort woorden meer. En zo hebben ze 99 namen voor God. En uiteindelijk is dus de 100ste naam onuitspreekbaar, omdat God altijd groter, mooier en beter is dan wat wij met ons mensenhoofd kunnen bedenken. Al dus de moslims. En tegelijkertijd geen Jood of christen die het daarmee oneens zal zijn. Ik heb nog 20 minuten om me verder bezig te houden met de filosofische gronden van de theïsten. En de theïsten die we daar hebben behandeld waren Anselmus van Canterbury en Thomas van Aquino. Middeleeuwse filosofen, christelijk. En hun poging was om het christelijke geloof begrijpelijk te maken. Dus leuk dat je gelooft in een God in de Bijbel. Prima. En mag je zeker mee doorgaan. En ze zullen dus ook zeker de Bijbel ook wel als belangrijke bron hebben beschouwd. Maar dan toch met de vraag ook, oké, dit staat allemaal in de Bijbel. En fijn dat we die openbaring hebben. Maar hoe kunnen we dit op een goede manier, hoe kun je dit met je hoofd begrijpen? En zo komt Anselmus met twee belangrijke argumentaties. En de ene argumentatie komt er heel simpeltjes op neer van, kijk eens hoe goed alles is, dat moet wel gemaakt zijn. Dus God bestaat. Ik ga heel erg kort door de bocht. In de PowerPoint van die les staat het ook duidelijk uitgelegd. Het belangrijkste godsbewijs van Anselmus is het bewijs, het ontologisch godsbewijs, en dat komt erop neer, datgene boven wat niets gedacht kan worden. He, er is niets groters dat gedacht kan worden, laten we dat even God noemen. Nou, iets dat niet groter bedacht kan worden, ik kan met mijn hoofd bedenken dat er iets bestaat boven wat niets groters gedacht kan worden. Net als dan gelijk de volgende vraag, maar wanneer is dan iets beter of is het echt groot wanneer het alleen in mijn hoofd zit, of is het eigenlijk groter, mooier, beter wanneer het ook buiten mijn gedachten kan bestaan? En dan eventjes heel simpel de vraag, Samuel, waar heb je meer aan? Een ontzettend lekker sappige hamburger die in je hoofd zit, of een ontzettend lekker hamburger die op je bord ligt? Waar heb je meer aan? Die op je bord ligt. Met andere woorden, als iets in het echt bestaat, is het beter dan wanneer het alleen in mijn gedachten bestaat. Toch? Met andere woorden, dat betekent dus ook datgene boven wat niets gedacht kan worden, moet wel in het echt bestaan. Want als het alleen in mijn hoofd zou bestaan, dan zou er altijd nog iets beters te bedenken zijn. Namelijk dat het in het echt zou bestaan. Daarom, het bestaat in het echt en daarom, God bestaat. En daar kun je echt wel een spel tussen krijgen. Daar heb ik ook bij over stilgestaan in de lessen. En daar kun je wat in de PowerPoints over vinden. Maar dit is gewoon het antwoord op de vraag, bestaat God? En dan zegt Anselmus, ja, en wel hierom. Thomas van Aquino, die heeft de 5 wegen naar God. De 5 godsbewijzen. En daarvan moet je er een aantal kennen. En de eerste godsbewijzen, dat is dat tikkertje argument. Wat ik heb uitgelegd. Pietje tikt Lisa, Lisa tikt Jantje. Nou, Jantje was de tikker omdat Lisa had getikt. En Lisa was de tikker omdat Pietje had getikt. Dus je kunt terugberedeneren waar de oorsprong ligt. Die oorsprong, met tikkertje, ja, dat begint op een gegeven moment gewoon iemand. Hè? Maar wat als je nou alles wat is ontstaan op deze wereld ziet als één groot spelletje tikkertje?
dan moet ik dus uiteindelijk een eerste tikker kunnen aanwijzen. Hè? En die tikker, die ja, was zelf niet degene die getikt is, want die eerste tikker, ja, het is liever niet dat het de eerste is. Ik kan beredeneren dat het een door het ander in gang is gezet. Daar kan ik met mijn gedachten bij komen. Maar wat ik met mijn gedachten, wat ik nooit heb gezien, is wat is nou de echte oorsprong. Dat gaat voor mij aan wat ik ooit heb gezien. Maar ik kan wel beredeneren dat er is. Nou, die eerste oorsprong noemen we God, zegt Thomas van Aquino. Ja? En hij doet dat met het in beweging zetten, in beweging gezet zijn. En als je dat gaat terugredeneren, dan kom je altijd uit bij iets wat zelf niet in beweging is gezet, maar wel andere dingen in beweging zet. Die eerste beweger of die onbewogen beweger kennen we als God. Eerste oorzaak is God. God als ultieme graad van alles. Namelijk, ik kan beredeneren dat iets goed is. Toch? Als ik zeg van dat heb je goed gedaan, dan snapt iedereen wat dat woord goed betekent. Maar iedereen snapt ook dat dat iets anders betekent dan deze auto rijdt goed. Deze wijn smaakt niet goed. Het woord goed kan verschillende betekenissen hebben en toch voelt iedereen aan wat goed ongeveer betekent. Nou, er moet één plek zijn wat het ultieme goed betekent, dat kennen we als God. Vind je het moeilijk of niet? Nee. Vind je het saai? Nee, ik heb het fijn. Oké, dat is heel vervelend voor je. Oké, ik hoop dat deze filosofie toch een beetje verlichting brengt. Ja, dat denk ik ook, hè? Dan heb ik 3 van de 5 godsbewijzen. De 4e sla ik even over. En de 5e, die is als volgt. Alles wat er is, moet ook een doel hebben. En dat doel moet door iets bepaald zijn. Zoals een pijl en boog. Hè? Die pijl wordt gericht. Maar wat is de richting van de schepping? Wat is de richting van mijn bestaan? Dat is bepaald door iemand. En dat iets of iemand kennen we als God. Dat is het laatste argument van Thomas. En daarmee heb ik eventjes alle theïsten neergezet voor jullie. Yay! Dus waar ik echt gewoon echt 3, 4, 5 lessen over gedaan heb, heb ik nu even in een kwartiertje tijd gedaan. En ik heb nog 5 minuten. Gaat 5 minuten genoeg zijn? Ja! Hey! We hebben de deïsten. De deïsten. Ik wil dat je vooral de naam van René Descartes kent. René Descartes is al zelf eigenlijk een beetje heen tussen theïst en deïst. Het belangrijkste wat je van Descartes moet weten is dat gedachte-experiment, dat hij aan alles gaat twijfelen. Dat twijfelexperiment heb ik vaak in de klas uitgelegd. Dus daar ga ik in dit filmpje nu niet te lang bij stilstaan, beste mensen. Maar wat je wel is, eigenlijk de grote conclusie daarvan is, de mens staat centraal. Stond eerst God centraal in het denken vanaf de verlichting, want daar moeten we Descartes plaatsen. De verlichting is eigenlijk het tijdsvlak dat na dat een beetje samenloopt, een beetje na de renaissance komt. En de renaissance komt direct na de middeleeuwen. Descartes, wat eigenlijk met zijn uitspraak cogito ergo sum gebeurt, ik denk dus ik besta, is dat de mens centraal komt te staan in het denken, in plaats van God. Ja? En dat heeft wel consequenties voor hoe we over God zijn gaan denken. Want als God ineens iets minder belangrijk wordt, omdat de mens belangrijker wordt, ja, dan gaan we ineens op twijfelen van de staat God eigenlijk wel. En dan zijn er nog steeds wel antwoorden waarom God toch wel zou bestaan. Het belangrijkste antwoord daarop is gegeven door William Paley, en is ook wel door verschillende herhaald. William Paley, die maakt de vergelijking met een horloge wat hij vindt. En hij zegt, goh, dat horloge, dat ziet er mooi uit. En al die radertjes die zo draaien. Maar er moet wel iemand zijn die dit horloge gemaakt heeft. Het bestaan van een horloge bevestigt het bestaan van een horlogemaker. En die horlogemaker moet wel heel erg slim zijn. Want anders krijg je het echt niet bij elkaar verzonnen om het op deze manier te laten lopen. Als dat al geldt voor een horloge, dan geldt het zeker voor het ontstaan en de instandhouding van de hele wereld. En op die manier wordt God de
wijze horloge maken. Namelijk de wereld als horloge. Dat is een beetje het idee. Ik heb nog 2 minuten om ook nog iets te zeggen over agnosten. Daar kan ik heel kort over zijn. Daar hebben we geen filosoof van gelezen. Maar je moet wel weten wat mijn standpunt is. En dan hebben we tot slot de atheïsten. En ik wil dat je er 3 weet. Namelijk Nietzsche. Nietzsche is bekend van de uitspraak God is dood. En wat hij eigenlijk zegt is heel tragisch. Er zal op een gegeven moment geen enkel zingevend kader meer zijn. Dus ook geen God meer. Wat ervoor zou zorgen dat ik mij als mens... dat ik als mens getroost kan worden van de zinloosheid van het leven. Met als gevolg, dus als mens moet ik er maar zelf het beste van zien te maken. Ik kan maar beter mijn lot omarmen. Amor fati. Dat is wat Nietzsche zegt. Jean-Paul Sartre, die gooit het over de boeg van verantwoordelijkheid. Ik ben als mens veroordeeld om vrij te zijn. En die vrijheid moet ik maar beter goed gebruiken. Tot slot hebben we Richard Dawkins gezien. En Richard Dawkins die is een beetje, die wordt ook wel genoemd het nieuwe atheïsme, het militante atheïsme. Wat dus militant betekent zoiets als, aanvallend. En wat zij eigenlijk zeggen is nog niet zo... Ja, zij zeggen dus ook God bestaat niet. Er is geen enkel wetenschappelijke grond om te zeggen God bestaat. Maar als we dan kijken... Kijk, als dan godsdiensten goede dingen zouden doen... Geen enkele moeite. Maar zij zeggen, godsdiensten blijven ver van... Want godsdiensten zijn fout. Besnijdenis. Waarom moet een jongetje van 8 dagen oud besneden worden? Dat is toch waanzin? Er is zo'n ritueel in een andere godsdienst... dat een kip boven het hoofd wordt verslingerd. What the fuck, waarom moet dat? Ritueel slachten, die beesten hebben pijn, wordt gezegd. Ik weet niet of dat waar is, maar wordt gezegd. Kunnen we dat nog wel met droge ogen doen? En wat dacht je van al die oorlogen? Godsdiensten zijn echt fout. Godsdiensten moeten verboden worden. En daarom is het ook maar beter om niet in God te geloven. Dat is wat het standpunt is van... van een atheïst, maar dan heb je dus atheïsten van een beetje het vriendelijkere soort, maar die eigenlijk vooral zeggen, de mens is echt heel erg belangrijk, we hebben echt geen God meer nodig, doe normaal met je God, Nietzsche, Sartre, maar we hebben dus ook atheïsten die zeggen, ja, echt, blijf er ver van, want religies brengen verkeerde dingen voort. Dat was het, de toetsstof, rondom de vraag, bestaat God in 25 minuten tijd? Liken, abonneren, reactie achterlaten en ik wil wel even een applaus voor mezelf. Applaus.